Hoi, welkom op Vraag het Suus en deze keer een hele andere soort video. Geen kookvideo en ook geen vlog, maar een video over mezelf. Ik heb namelijk een B12 tekort. En B12 is een van de vitamines die je binnenkrijgt door het eten van voldoende vlees, kaas en andere producten waarin het in zit. Die eet ik echt voldoende en toch maakt mijn lichaam van de B12 die daarin zit geen B12 die mijn cellen kunnen gebruiken. Hoe dat kan, dat weten ze niet precies, maar het komt er waarschijnlijk op neer dat ik een stofje mis, dat heet de intrinsieke factor, wat in mijn maag zit, en tenminste bij mij dan niet, maar bij anderen wel, waardoor ik de B12 niet opneem. Het heeft voor mij dan ook geen enkele zin om pillen te slikken en ik los het op een andere manier op. Hoe ben ik er nou achter gekomen? Dan gaan we een hele tijd terug in de tijd, eigenlijk 3 jaar. Ik had al heel lang last van een heleboel vage klachten. Dan moet je denken aan klachten als gewrichtspijn. Ik sliep soms met mijn armen omhoog, omdat ik mijn polsen niet kon bewegen. Pijn in mijn knieën, in mijn enkels, in mijn heupen, in mijn rug. Maar dan niet omdat ik een hernia heb gehad, maar gewoon echt pijn in mijn rug. Dat je gewoon op een gegeven moment niet meer weet waar die pijn vandaan komt. Huisartsen konden eigenlijk niks vinden. Andere klachten was dat ik heel vaak pijn had in mijn kaken. En dan met name uitstralingspijn, die begint hier en loopt zo richting mijn mond. En dan voornamelijk aan deze kant. Heel vervelend en alle tanden zijn onderzocht, alle kiezen zijn onderzocht, maar daar lag het niet aan. Mijn kaakholten zijn schoongemaakt op een gegeven moment, want die bleken wel verstopt te zitten. Maar ook dat bood geen soelaas. Anders al kreeg ik steeds meer en meer en meer klachten en kon ik steeds moeilijker functioneren. Ik werd lusteloos, ik werd moe. En ik begon zelfs te neigen naar depressieve gevoelens. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat ik dat ene kleine stofje mis. Maar dat hele kleine stofje is wel heel belangrijk. B12 heb je nodig bij de opname van ook nog een heleboel andere stoffen. Na heel veel gerommel met allerlei dingen geprobeerd wat niks hielp, was er uiteindelijk een collega die tegen mij zei van Suus, laat eens prikken op B12 tekort. Wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Haar dochter heeft het heel erg. En ik zal haar dan ook linken. Daar geloof ik. Daar. Dat is Denise van Dort. Zij heeft echt B12 in kwadraat. En ook met name de klachten van de B12 heel erg. Dan heb ik eigenlijk niks daarmee vergeleken. Toch mag je het niet onderschatten. B12 is, tekort is echt een Even terug naar mijn verhaal. Ik heb uiteindelijk inderdaad bloed laten prikken, 's ochtends om 7 uur is dat, was een mooie op tijd. En nog voordat het bij ons middagpauze was, had ik de dokter al aan de lijn met de mededeling dat ik eigenlijk met het direct moest komen, want ik had een ernstig B12 tekort. En niet alleen dat, er was nog veel meer aan de hand. Ook mijn foliumzuur, wat samenwerkt met B12, was veel te laag en mijn vitamine D als gevolg daarvan ook weer. Al met al was er van mijn bloedbeeld aan alle kanten rommelde het, maar het B12 tekort was echt schokkend. En de huisarts, gelukkig iemand die het probleem heel goed begrijpt, was doortastend en er is gelijk een proefbehandeling gestart. Die proefbehandeling hield in dat ik elke week 2 prikken kreeg van mijn collega. Dat was wel heel prettig, want dan hoefde ik niet elke keer daarheen naar de huisarts, maar kon het gewoon even snel tussen de neus en lippen door op school gebeuren. En ik merkte eigenlijk na 2-3 weken een enorme verbetering. Naast dat de vermoeidheid wegging, namen ook allerlei klachten af. Klachten die ik niet gerelateerd had aan B12. En ik werd een ander mens. Na 6 weken werd het zomervakantie en kon ik een aantal weken niet geprikt worden. Dat was heel vervelend. En ik ging op een gegeven moment dan ook weer terug naar de huisarts en werd opnieuw bloed geprikt. En daarbij bleek dat mijn bloedwaarde alweer heel sterk was gedaald. Als je normaal gesproken B12 prikt, is je bloedwaarde van je B12 ruim boven de 1400. Bij mij was hij binnen die paar weken alweer gezakt naar 200. Dat was voor haar duidelijk dat ik het echt niet opneem. Ik moet dus de rest van mijn leven 2 keer per week een injectie blijven zetten. Ik heb geprobeerd om het af te bouwen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Zodra ik ga minderen, krijg ik met name gelijk in mijn gezicht en in mijn handen weer klachten. Dat is gewoon heel onhandig. En omdat het niet nodig is, B12 kun je niet overdoseren, blijf ik voorlopig op 2 prikken zitten. Dan nu even terug naar
de basis. Dit was zeg maar een stukje van mijn verhaal. Ik prik nu 3 jaar en hoewel ik dat prikken niet vervelend vind, is het toch niet iets wat je denkt van joh, doe ik elke dag even leuk. Want de naalden die er in mijn lijf gaan zijn best wel aan de maat. Dat zijn deze. En de vloeistof die erin gaat is geen hele vervelende vloeistof. Dus gewoon deze. Maar evengoed kan een keer prikken toch wel vervelend zijn. Zo ziet zo'n ampul eruit. Dan even terug naar wat voor klachten kun je krijgen. Nou, als ik je mag verwijzen naar www.stichtingb12tekort.nl. Dat is een website en daarop kun je vinden wat voor klachten er zijn. Nou, welke klachten had ik voordat ik B12 ging prikken? In eerste instantie begonnen zeg maar de ernstigste klachten zijn de neurologische klachten. En dat zijn de klachten die ook voor zorgen dat je minimaal 2 jaar lang moet injecteren. En in mijn geval is nu al duidelijk dat dat dus niet over is na die 2 jaar en ik dus moet blijven injecteren. Het kan best zijn dat dat voor jou helemaal niet van toepassing is. Maar vooral de zenuwpijn bij mijn kaak, dat was echt het allerergste. Mijn migraine. Voordat ik aan de B12 injecties ging, had ik echt heel veel migraine. Vaak in het weekend, na een drukke werkweek, dat ik toch zeker 1 dag uitgeschakeld was. Ik heb nu denk ik in de afgelopen 2 jaar misschien 3 keer migraine gehad. Gewoon weg. Helemaal weg. Moeite met spreken. Niet op woorden kunnen komen. Een soort, ja, ik noem het maar afasie idee. Dat je wel weet wat je wilt zeggen, maar dat de goede woorden er niet uitkomen. Heel erg duizelig zijn. Ik kon moeilijker lopen. Dat kwam omdat ik mijn voeten niet goed meer voelde. Mijn ogen werden slechter. Die zijn inmiddels relatief stabiel. Maar dat merkte ik ook. Dat ik gewoon met name 's avonds gewoon slecht kon zien. In de schemering is dat nog steeds niet helemaal bijgetrokken. En ik denk ook niet dat dat nu nog gaat gebeuren. Maar het is gewoon heel vervelend dat je in de schemering heel slecht ziet. In het donker zie ik sowieso niet goed. Maar in de schemering helemaal niet. Oorsuizen. Ik heb nooit de link gelegd naar B12. Altijd gedacht dat dat hoorde bij iets anders wat ik vermoedelijk heb. Maar het hoort dus ook bij de B12. En zodra ik niet voldoende spuit, weet ik dan zeker dat dat weer erger wordt. En dat is voor mij een van de triggers om ook gewoon echt te blijven spuiten. Er is hier een lijst echt gewoon met zoveel dingen dat je denkt van oké, misschien kan ik er ook een paar afvinken. Wat belangrijk is dat je als jij naar de huisarts gaat en je gaat je laten onderzoeken op B12, dat je dan het juiste prikadvies gebruikt. Dat prikadvies kun je ook op internet vinden. Ik zal wel even een linkje plaatsen hieronder in de beschrijving wat dan precies geprikt moet worden. Dat is echt een hele waslijst. Het moet ook nuchter geprikt worden, want sommige dingen moeten nuchter zijn om te kunnen prikken. Sommige dingen moeten direct op ijs gezet worden, dus kondig ook je bezoek aan bij het bedrijf waar je gaat bloed prikken, zodat ze erop voorbereid zijn. Nou, kortom, B12, een vergeten ziekte, een onbekende ziekte. Toch hebben heel veel mensen er last van. Toch hebben mensen klachten, onbegrepen klachten. Vaak worden mensen afgeschreven met fibromyalgie. Worden onterecht ADHD-diagnoses gesteld. Alles kan terug te leiden zijn naar een B12 tekort. En ik zeg met nadruk kan, want niet alles is er naar terug te leiden. Uiteraard niet. Maar het is de moeite waard om dat onderzoek te laten doen. Dan nog even over als je dat onderzoek hebt laten doen. Dokters hanteren een ondergrens van 130. Die is heel lang hoger geweest, 150. En alles tussen zeg maar onder de 130, dan had je een tekort. Vroeger was het dan 150. Toch is er een soort schemergebied. Tussen de 130 en de 250 is zo'n gebied, soms zelfs 300, is zo'n gebied waarin jij best heel veel klachten kunt hebben en het best kan zijn dat jij heel veel baat hebt bij het prikken van B12. Een proefbehandeling kan geen kwaad. En
als, het klinkt heel gek, maar B12 is in verhouding heel goedkoop. Ik heb niet precies voor ogen, maar ik geloof dat dit iets van 5 of 6 euro is. Inclusief spuiten, alles. En daar, ja, ik spuit dan 2 keer in de week. Ja. Heel duur is het niet. Laat je niet afschepen met pillen. Pillen geven namelijk een valse waarde. Dat geldt ook als jij denkt van, hey, dit verhaaltje klinkt me bekend in de oren. Ik ga bloed laten prikken. Heel fijn, dat kan. Maar als jij een multivitamine slikt waarin B12 zit, krijg je al een valse waarde. Je zult dan eerst geruime tijd, en dan is het echt geruime tijd, zo ongeveer 3 maanden, moeten stoppen met die multivitamine voor je bloed kunt gaan prikken. Anders krijg je namelijk een valse waarde. En dan schiet je er nog niks mee op. Ook het slikken van smelttabletten, ja, de een heeft de baat bij, de ander niet. Soms helpt het je alleen maar dieper de put in. B12 is echt gewoon een struikelgebied voor huisartsen. Zij moeten zich aan regels houden en die regels die liggen behoorlijk, zijn behoorlijk verschillend van wat eigenlijk wenselijk is. Zij geven aan een proefbehandeling daarna om de 3 maanden. Nou, de ervaring leert, en dat is toch het belangrijkste denk ik, dat heel veel mensen daar geen baat meer bij hebben. Die hebben echt die frequentie van 2 keer per week of 1 keer per week nodig. Gelukkig heb ik een ontzettend meedenkende huisarts. En ik had ook een ontzettend meedenkende neuroloog. Toen ik een hernia kreeg, was het eerste wat de neuroloog vroeg van, hoe vaak prik jij nu B12? Want ik zie dat die te laag is. Die onderzoeken waren al van lang geleden, maar ze had wel gelijk. Ik vertelde 2 keer in de week. Zij zei gelijk, ga maar vaker prikken. Ik ga het nu voorschrijven, want B12 heb je ook nodig om te kunnen herstellen van een hernia. Ik kon niet geopereerd worden vandaar. Dat had ik niet verwacht. Het was voor mij ook echt een eye-opener dat de neuroloog zo meedacht. En als ik alle reacties op internet bekijk, heb ik gewoon heel erg mazzel. Gewoon een huisarts die meedenkt. Die gewoon weet wat ik nodig heb en mee wil denken en mee wil proberen om dit B12 tekort gewoon in de hand te houden. Goed, een heel verhaal. Geen positief verhaal misschien voor jou. Maar aan de andere kant, misschien ook wel weer. Dat je denkt van, hey, verrek. Maar heel veel van die klachten heb ik ook. Dat prikadvies, dat komt hieronder. En als jij denkt van, hey, ik wil wat meer weten. Of ik wil graag even privé met je erover praten. Dat kan. Stuur dan gewoon even een mailtje naar vraag@suus@gmail.com. En dan kunnen we even met elkaar achter de schermen praten. Ik snap dat het voor mensen moeilijk is om het hieronder te zetten. Ik zal de reacties wel openzetten. Maar ik hoop dat mensen een beetje respectvol met elkaar omgaan. Want het is echt gewoon niet leuk. Wat gebeurt er nou met mij als ik niet prik? Nou, allereerst krijg ik die enorme zenuwpijn in mijn kaken. Dat is aangezichtspijn. En dat kan ik je echt niet aanraden. Verder krijg ik direct last van mijn polsen. Het voelt alsof iemand met messen in je polsen steekt. En de enige manier is je handen zo houden. Nou, dat is echt niet fijn. Ik krijg direct een soort wattengevoel onder mijn voeten. Alsof iemand watten in mijn schoenen heeft gedaan in plaats van dat er gewoon normaal gevoel in zit. Migraine komt veel sneller terug. Veel meer hoofdpijn. Ik krijg echt allerlei klachten waarvan ik eerst dacht van, hey, wordt dit bij B12? Maar ja, dus. Ik prik braaf elke 72 uur. Dat betekent dus, nou ja, om de 3-4 dagen ongeveer. En dat is voor mij gewoon goed te doen. Ik wil je in elk geval hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Binnenkort komen er wel weer vlogs online of kookvideo's. Heel ander item. Maar ik hoop dat deze video jou in elk geval gebracht heeft wat het mij gebracht heeft. Een eye-opener. Verrek, het is een B12 tekort. Want dat had ik heel graag veel jaren eerder willen weten.